Hallo, mijn naam is Nathan van der Gunst. Ik ben 18 jaar en ik speel 20 uur Fortnite per dag. Ik heb momenteel 3500 wins solo. En ik sta nummer 1 op de leaderboards in België. En dat wil ik graag zo houden, dus daarom slaap ik weinig en speel ik veel Fortnite. Mijn mannetje ziet er op dit moment zo uit. En ik heb op dit moment meer dan 500 euro uitgegeven aan in-game skins. Dat is alles wat ik ooit heb verdiend met YouTube. Vandaag ga ik jullie tonen hoe een pro player Fortnite speelt. The fuck speel je anders 20 uur per dag? I don't fucking know. Ik weet dat veel mensen pro player willen worden in Fortnite, maar dat is moeilijk. Ze updaten het spel heel de tijd, dat ze verpesten alles. Ze hebben zo'n update toegevoegd waardoor je niet meer kan combo killen. Dus je kan niet meer zo pumpy en dan swappen en je tik en dan pff, en dan iemand killen. Nee, nu zit er zo'n stomme animation tussen. In mijn Fortnite carrière heb ik al met veel mensen gespeeld. Zoals Stuntje. En natuurlijk niet te vergeten, Pita Boy, dat zijn de bekende mensen waarmee ik soms Fortnite speel. Ik hou heel veel van dit spel, vooral van de noobies die niet kunnen spelen. Zoals deze guy. Hey. Ik speel dit spel nu ongeveer toch wel 4-5 maanden misschien, denk ik. Als dit zelf al zo lang bestaat, maar ja. Mijn mama vindt dit spel maar niks. Ze zag dat ik moest stoppen en terug naar school moest gaan. Maar ja, dat... Nee. Dat gaat niet. Ik moet gewoon mensen killen, snap je? Ik speel Fortnite en ik kill iedereen. Soms drop ik een shuffle op de Colo beat. Ach, fuck is de godverdomme, waarom wordt er nu aangebeld? Ik ben Fortnite aan het spelen. The fuck! Het is niet de post, dus ik moet niet open doen, want het... Ja, soms ga je dood. Als je nummer 1 staat op de leaderboard. Dat was omdat ik afgeleid was omdat iemand had aangebeld. Help me, carry the fire. Ik was de laatste dagen ziek. En ik heb ook geen video's gemaakt omdat ik in mijn bed lag. En ik moest de hele tijd kotsen en shit. Ik heb een leuke anekdote. Dat ik eigenlijk liever niet vertel aan jullie. Maar ik ga het toch doen. Ik was fucking ziek. Ik denk dat ik buikgriep had ofzo. En ik moest naar de wc om over te geven. Omdat ik dacht, what the fuck, ik ga doodgaan. Ik leg daar dus op de grond bij mijn wc-pot over te geven. En ik zat zo in de derde wave van kots. Wat snap je? Dat is zo, je geeft voor de eerste keer over. En dan is er zo 2 seconden pauze en dan denk je van, ah oh nee, het komt weer. Dan geef je weer over en tijdens de tweede wave was ik aan het kotsen en ineens had ik door van, fuck, ik moet ook schijten. Snap je, als je buikgriep hebt, dan heb je diarree, dus ik moest kiezen. Of ik ga kakken en ik kots heel mijn toilet onder, of ik blijf op de grond liggen en ik schijt heel mijn wc onder. Ik heb gekozen voor het tweede. Ik heb heel mijn wc onder gekotst, terwijl ik op de wc zat. Dat zijn de nadelen van 20 uur Fortnite spelen per dag. We weten dat ik zo 50 potjes per dag speel ongeveer. Waarvan ik er 49 win. Alleen in Tilt Towers kom je de echte pro's tegen, snap je? Als je ergens anders drop, ben je woe. Veel mensen denken dat ze goed zijn in het spel. En dan lachen ze mij uit en dan zeggen ze wat. Hey, je suk! Ik sta eerst op de leaderboard. Jij niet. Jij staat niet eerst, vriend. Ik sta eerst. Je gaat altijd wel haters hebben en zo. Maar gewoon tonen dat je de beste bent. En dan ben je ook echt de beste. Oké, ik zie daar iemand. En ik ga hem volledig neuken. Volledig. Haha! Meestal als ik speel, dan heb ik niet echt een reactie. En dan speel ik gewoon op deze manier. Het is gewoon niet makkelijk om de beste te zijn en iets. Ik krijg wel commentaar van mensen in de comments. Die denken dat ze beter zijn dan mij. Aan iedereen die denkt dat ze beter zijn dan mij. Kom NVN. Je kan geen NVN doen op Fortnite. Dus we gaan nooit weten wie de beste is. Neem maar gewoon aan dat ik de beste ben. Want het is zo. Neem even in je hoofd dat de guy die nu boven mij zit. Iemand is die gecomment heeft ooit dat hij beter is dan mij. Kijk. Weet je wat er gebeurt met zo'n mensen? Die eten mijn shotgun. Duidelijk beter. Dank u wel voor dit prachtige geweer. Ik dank u zeer. En zomaar staat er hier een lama. Oh, fuck. Hey, mijn lama. Het is van mij. Ik ben de beste. Vriend. Hey, kan je even mijn... Hey, even mijn lama. Het is van mij. Dank u. Bitch. Mensen proberen altijd mijn lama te stelen. Dat zag ik van mij. Mijn lama. Hey, godverdomme, mijn lama! Vriend, ik wil gewoon mijn lama pakken. Mag ik even? Oh fuck, ik ben weak. Ik ben heel weak. Fuck! Ik wil mijn lama. Ik wil mijn
fucking lama. Oké, even kort intermezzo. Deze week komen deze truien in mijn webshop geborduurd met kap. Oei. Ik weet daar allemaal mensen zijn die zeggen van, het is bijna zomer. Waarom verkoop je nu truien? Het is bijna zomer. Je had die in de winter moeten verkopen. In de zomer draag je toch ook een trui? Gewoon niet dat het in de zomer elke dag mooi weer is. Gewoon in België. Dit is België. Dus koop gewoon mijn truien, ja. Komen deze week online. Zijn er niet zoveel. Dus als jij hen wil, moet je snel zijn. Want anders zijn ze gewoon weer uitverkocht in 12 minuten. Zoals mijn sokken. Ja. Dus echte broers kopen die fucking trui. Dat was een hele goede uitleg. Ik ben echt trots op mezelf. Ik win potjes op dit spel zonder loot. Mensen denken dat ik niet kan winnen zonder gun. Mensen denken dat je een gun nodig hebt om te winnen. Ah, John Wick heeft ook geen gun. Hallo. Hallo. Fake broer. De fakeste broers dragen die skin. Als je die skin draagt, dan word je hard geneukt en je gezegd. Oh fuck, het is zo'n blauwe! Het is zo'n blauwe! Ik moet reloaden! Nee, niet nu reloaden, ik heb 1 HP! 1 HP! De fucking blauwe helm! Get down, bitch! Soms heb je ook gewoon die moeilijkere kills, snap je? Soms is het niet zo makkelijk om iemand te killen, maar uiteindelijk, nummer 1 in de ranking. Zo speel ik dus elke dag gewoon, hele dag, als ik niet iets anders aan het doen ben. Maar als ik iets anders aan het doen ben, speel ik ook Fortnite. Vriend, de... Ik had je niet eens geraakt. Wat is dit? Wat zijn dit voor opties? Er heeft weer iemand aangebeld. Nu ben ik zeker dat de post niet is. Rustig. Op die 1 HP. Ga weg van mijn huis uit, bè. Het is weer zomer. Mensen bellen weer aan. Niet aanbellen. Ik moet me concentreren. Niet doen. Niet aanbellen. Oh, godverdomme. Nu moet ik hier weg. Haha, fuck. Ik blame het op de mensen die voor mijn deur staan. En ga weg! Kijk, als ze nog één keer aanbellen, want ze hebben net weer aangebeld, ga ik dingen door mijn raam gooien. Dingen waarmee ik jullie schedel kan splijten. Het is moeilijk om de nummer 1 ranked player te zijn als de hele tijd mensen... Ga weg! Ik kom toch gewoon niet aanbellen aan jullie huis. Ik zie ze nu zelf staan. Besef dat ik ze nu zie staan. Als ik achter mij kijk, zie ik fucking veel... Ik heb hier geen woorden voor. Ik ben toch geen dier in de zoo of zo. Het is heel raar. Het is nu alsof ik een video hier aan het opnemen ben en langs de rechterkant gefilmd wordt door allemaal mensen. Ga alsjeblieft weg. Ik weet dat jullie niet horen wat ik zag, maar dit... 400 steen voor zo'n nieuwe bom. Dit is de hak en kill kill. Waar ben je, bitch? Oh, there you are, bitches. Haha, bitches. Oeh, hey, de gun maakt een nieuw geluid. That's very nice. Hey, we hebben hem. Hier is hij. The port of fort. Nice. Oh fuck, dat was per ongeluk. Zo werkt het dus. Je gooit een fort. Het was per ongeluk. Ja. Het ligt zo vol met van die dingetjes. Dat je er zo... It's pretty nice, yeah. Zijn ze een stijl aan het gooien tegen mijn raam? Ik wil ze niet boos worden, want ik vind die mensen wel vriendelijk. En zo, en ze kijken mijn video's en ik vind ze wel lief. Ik ben helemaal uit balans nu. De nummer 1 Fortnite player is volledig uit balans. Kijk, daar loopt er iemand anders. Dat was niet de persoon die ik had gezien. Maar als hij even stijl blijft staan, dan... Hè? Ik dacht het al. Hoezo zou dat geen kill zijn? What the fuck? Oh, wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Noobie skin. Noobie skin. Noobie skin. Nee. Oh, fuck. Die sniper werkt niet. De sniper werkt niet. Fuck, en ik heb een nieuwe Port of Fort nodig. Kijk, er lopen hier twee mensen. De eerste loopt hier. Oké. Dat is kut. Dat is kut. Dat is kut, want ik zit in de cirkel. Oh, ik haat mensen met die skin. Ik haat mensen met die skin echt erg. Kijk, en nu koop ik even een Port of Fort. Thanks. Oké, we hebben een Port of Fort. Safe. Nu moet ik hier echt snel weg, want yo, ik zit in de shit. En dat hebben we allemaal gedaan voor de Port of Fort. Kijk, jullie weten niet wat er nu gaat gebeuren, man. Ja. Oké, het is safe, het is safe. Het is safe. Zit ik hier safe? Nope. Maar, we hebben een port of fort. Zo gebruik je die dingen, dus bedankt. Ik weet het. Daarom ben ik de nummer 1 Fortnite player. Een port of fort. Port of fort. Ik heb al mijn goede loot laten liggen om deze shit te kunnen carryen. Fucking nice. Kijk, daar staat er nog een port of fort. Oké, het is safe. Er leven nog 8 mensen. We got this, we got this. Oh, dat was nu echt, dit is nu echt shit dat ik niet doe. Oh! Oh! Ik weet niet van waar ik beschoten word, maar ze moeten gewoon oprotten, oké? Allemaal even optieven, bedankt. Bedankt! Kijk, ik zie hem daar zitten. Ik weet waar hij is.
Het probleem is, er is niet echt een probleem, maar kijk, het probleem is dus dat ik hem ga killen met mijn RPG. Dat is de mooiste kill die je kan maken in dit spel. Ha! Ha! We hebben een port. Hebben jullie dat gehoord? Port, bitch. Zien jullie die resources? Dat betekent dat je de game gaat winnen. En als je de port fort hebt, dan win je ook gewoon, want je hebt een portable fort. Vandaar komt de naam. Oh! Nope. Oh! Oh! Ha! Ik heb mijn fort fucking port niet eens. Zo zie je maar. De persoon die nummer 1 staat op de ranking is niet altijd de persoon die nummer 1 staat op het einde van de game. Het ding is, ik heb die high IQ plays. Vergeet niet. Kijk naar deze mooie trui. Wauw. Kijk, they're so smooth, they're so cool. Wauw, the wheel. Oeh, you got swag, bro. Thanks. Dus jullie weten wat jullie moeten doen, deze trui kopen. Tot de volgende keer. Ha, ik ben niet meer ziek, dus nu upload ik gewoon weer elke dag. Bedankt. Haha. Hello! Zeg van, hey, je hebt een Australian broek. You're a raver! Kijk, tot gisteren wist ik niet